Voorzitter, met verbijstering kijk ik naar twee bewindspersonen die zelf op geen enkele manier uitstralen dat zij nog geloven dat ze hier nog iets kunnen oplossen van het probleem dat dit kabinet zelf veroorzaakt heeft. Er is geen enkele drive, geen enkele uitstraling van een premier die zegt: dit is de richting en zo gaan we verder. En als dat er niet is, voorzitter, dan zou ik deze twee aanraden om eens lang na te denken wat ze precies aan het doen zijn. Want vergeet niet, de rechtsstaat is ernstig geschonden en alleen al in dit debat blijkt er stiekem overleg geweest te zijn met de rechters. In artikel 855 eerste lid van de Algemene Wet Bestuursrecht staat gewoon dat indien het terecht is dat de burger klaagt dat het niet tijdig besloten wordt, de rechter een termijn van 2 weken zet. En het is precies die termijn die achter de schermen door de Belastingdienst eruit onderhandeld wordt. Niemand kan hier onderhandelen om de wet niet na te komen, behalve de Belastingdienst. Stukken komen niet op tijd. En ik wil echt van het MT-lid toeslagen dat mail 81068 in het PwC-rapport geschreven heeft, wil ik alle bijlagen bij die mail hebben, allemaal, en binnen 2 dagen. En ik wil alle stukken die gewisseld zijn, die wil ik hier zien. En als er 21 wetten overtreden zijn, dan wacht je niet 4 maanden om dat aan de Kamer te melden. Regering, regeer, of laat het aan iemand anders over. En mocht u nog iets willen doen, volg mijn cursus staatsrecht voor beginners. Dank u wel, meneer Omtzigt. Mensen op de publieke tribune, ik heb veel toegestaan vanavond, maar wees wat terughoudend met applaudisseren of het tegenovergestelde.